Ja man! Daar zijn we weer. Je ziet het hè. Nieuwe helmpje gekocht. De Scorpion ADX1. Ja, heel mooi helmpje. Ik vind wel tegenwoordig van de Adventure helmen dat het redelijk een normale helm lijkt. He, gewoon een normale weghelm. Alleen dan met een klepje erop. Nou is dat ook deze functie van deze helm. Die klep kun je er gewoon afhalen en dan heb je een normale helm. Dat is eigenlijk net wat je wil. Dus nou, ik hou hem gewoon natuurlijk als Avenger. Je zou ook nog het viziertje eraf kunnen halen en gewoon een crossbril opdoen. Dat kan allemaal. Nou, ik heb ondertussen al mijn spulletjes van mijn oude helm heb ik eraf gehaald. En die gaan we even in deze bouwen. Nou heb ik wat foefies gezien op internet. Deze, die schijn je eraf kunnen halen. Dit is het ventilatiesysteem. Nou, die kun je eraf punniken. Het schijnt met twee clipjes te zitten. Eén clipje hiero en één clipje hiero. Dan kun je hem eraf halen en dan schijnt het zo te wezen dat er precies een koperen plak erop kan. Nou, super tof. Gaan we eens even proberen. Zal wel even pielen zijn. Nou, wat het mooie aan deze helm is, wat ik bij mijn vorige helm niet had. Hop, het is een systeemhelm ook. Ideaal. Klepje gaat mooi mee. En wat helemaal fijn is, wat ik echt miste bij mijn andere Adventure helm. Pinlock. Dat heeft deze wel. Ideaal, er zijn ook heel veel verschillende versiertjes voor te halen. Waaronder goud, nou, zwart goud, dat is mijn motor natuurlijk. Dus daar zit ik nog een beetje aan te twijfelen, want het nadeel is wel van een donker versier. Is dat als het donker wordt, dan heb je echt een probleem, weet je. Dan moet je weer open gaan rijden. Ja, dat is helemaal niks. Nou heeft deze gelukkig ook een zonneversiertje. Dus grote kans dat ik hem gewoon blanco laat. Maar misschien van de zomer, voor de looks. Dat ik toch een gouden erop gooi. Want in de zomer blijft het toch tot heel laat donker. Of heel laat licht. En dan heb je er geen last van. Maar voorlopig nu in de winter gaan we deze verbouwen. Nou, we gaan eerst het servo-eind doen. Oh, dit is altijd zo lekker hè, zo. Hoppa! Mooie ding! Nou, super vet. Ik ben benieuwd hoe die gaat rijden en hoe dat alles is. Maar we gaan eerst lekker knutselen. Nou, alle binnenstukjes, die kun je er gewoon uithalen. Dus gewoon met zo'n snel kliksysteempje. Tenminste snel. Hé, klop. Ja, daar is die. Kijk op. Die trekken we eruit. Wat wel nog even een nadeeltje zou zijn, is ik had natuurlijk hier de dubbele microfoon. Eentje met die dode kat erop voor bij mijn mond. En eentje had ik ook bij mijn Sena-box zitten. Zodat jullie ook de anderen die met me meereden en waarmee ik verbonden was, dat jullie die ook hoorden. Nou werkte dat niet altijd even goed. Kom. Ik zeg net heel leuk dat het snel losgaat, maar... Hop, kijk, daar is die. Dus maar ja, omdat dit nu een systeemhelm is, zit je namelijk met dat draad. Kijk, eentje moet hierachter. Die is gewoon voor mezelf om in te praten tegen jullie. En de ander zou hier ook... Zit een mooie uitkepingkies. Ja, dat is ook weer een dingetje van deze helm. Mooie uitkepingkies voor je boksen. Die zou dan daar komen. Nou, als je dan je systeem gebruikt, dan heb je hier altijd een draadje hangen. En die gaat er geheid tussen zitten. En ja, dit is helemaal naar. Ik ga even kijken of ik het kan regelen. Of het gaat lukken. Maar ja, ik beloof jullie niks. Ik heb uit ervaring van mijn andere systeemhelm dat het niet ging werken. Dus dat ik denk dat ik die optie moet laten varen. En zo, je hebt wel lekker veel ruimte. Buiten. Ik heb alle draadjes mooi tussen. En dat ik het gewoon bij één microfoon hou. Hoppa. Nou, het ziet er allemaal goed uit hoor. Maar deze hoef ik er niet helemaal uit te halen. Want alle draadjes die ik wegwerk, die stop ik hier achter. Dan kan ik hem zo weer terugklikken. Maar wel stevige klikkers ook hoor. Scorpion, hè, wat ik zei. En normaal heb je van die drukkertjes. Tenminste, dat had ik wel in mijn oude helmen. Van die drukkertjes. En... Deze, ja, dit zijn ook wel drukkertjes, maar dan echt hele grove, echt goede.
Is een goeie ding. Zo, nou, ik ga het even porrelen. We gaan beginnen met de zenuw erop maken. Hoppa. Dus even lekker muziekje erbij. En porrelen maar. Zo, nou, de zenuw zit er helemaal in. Er loopt hier een lijn, kan je misschien aan deze kant beter zien. Kijk, er loopt hier een schuine lijn. En precies in die lijn kan je mooie zenuw plaatsen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hij loopt mooi met die lijn mee. Ik heb even lopen porrelen met die draadjes. Want er komen natuurlijk twee draadjes voor je boksen uit. En eentje voor je microfoon komt hier uit. En dat gaat precies natuurlijk, ja, dat moet langs dat riggeltje. Waarvan je schuimpie, dit riggeltje, die valt hierin, tussen je helm in. Tussen je helm en je schuim, zeg maar. Die valt daarin. Maar ja, daar moet je ook je draden doorheen. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb precies op de hoogte waar ik het wou hebben. Heb ik even een inkepingkie gemaakt. En vervolgens heb ik dat met plakband, heb ik dat even afgeplakt. Omdat, ja, dit is hard plastic. Als je dat doorknipt, dan wordt het vrij scherp. Dus plak daar even een plakkertje overheen. En dan weet je zeker dat je draden niet 1, 2, 3 doorgaan. Dus dat heb ik gedaan. En ja, hij zit nou helemaal netjes. Ik ga deze kant er ook even inzetten. En dan is de volgende stap de GoPro.
Nou, precies zoals ik op YouTube zag. Er waren twee opties. Eentje was hier aan de binnenkant. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar hier ook zitten wat schroefjes. Die kun je loshalen, maar dan moet je ook het hele schuim weghalen. En dan kom je bij die haakjes. Nou, de kans dat je helm verneukt is heel groot. En je bent heel erg aan het pielen. Wat dat nou een of andere slimme snater op YouTube. Die zegt, Pio, pak een oud kaartje. En gewoon een passie. En frikkel hem er even een beetje tussen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Lees het er nou af. Zoals jullie kunnen zien. Kijk, hier zit een clipje. En hieronder zit een clipje. In principe, als je die bovenste, je moet hem een beetje, want dat zeiden ze er niet bij, heb ik zelf daarna uitgevonden, maar voor jullie. Hier aan de zijkant, wikkel je hem er een beetje tussen. Dat is de passie. Ga je hem er zo tussen zetten, dat puntje. En dan ga je naar boven werken. En dan vanzelf kom je hier. Nou, dan moet je even hierboven zien te komen. En dan plop je hem er zo uit. Nou, en dan die onderste, die gaat wel mee. Dus daar hoef je niet met een pasje te zitten of zo. Maar dus vanaf de zijkant werken. Naar boven. En dan onder dat clippie. Deze. Je ziet het ook. Een haakje eraan. Nou, die moet je even iets naar beneden houden. En dan plop je hem er zo uit. Joem. Nou, dit is natuurlijk rond en bol. Daar ga je nooit mooi een plakje op krijgen. Nou, dit is nou mooi vlak. Dit is echt een mooi vlak. Even kijken of ze nog gelijk hebben ook. Ja. 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 Je hebt mooi plakken hoor, jong. Nou, je ventilatie blijf je gewoon houden. Ik wil daar mijn microfoon hebben. Dus ik wil daar niet te veel wind. Het is ook... Want je hebt twee standen had je op deze. Helemaal dicht. Of drie in totaal. Helemaal dicht. Eentje open. Dat is voor ventilatie naar je scherm toe. Dus dat is weer om condens en beslagenheid te voorkomen. En dan eentje helemaal open. En dan gaat alles recht je giegel in. Nou ja, voor mij is dat niet van toepassing. Ten eerste heb ik een pinlock. Dus zal die niet zo snel beslaan meer. Gebeurt altijd nog wel iets. Maar lange na niet als je dit niet hebt. En voor de rest die hele wind naar mijn giegel toe. Ja, als ik nou echt bloedheet heb, dan gooi ik hem wel open. Dus dat heb ik allemaal niet nodig. En ik wil geen overbodige wind naar mijn microfoon hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ga het afplakken. Ik heb gewoon zwarte isolatietape. En daar plak je hem even mee af. Ik heb er nou eentje afgeplakt. Heb ik even een dubbele tape opgedaan. Dubbel laagje. Wat ga ik nou eerst doen? Ik heb hier dat andere gat natuurlijk. En ik voel daarachter. Daar kom je redelijk. Daar heb je ook een gleufje natuurlijk. Omdat, ja, daar gaat die wind doorheen. Ik ga even kijken. Of ik daar de microfoon doorheen krijg. Want als ik deze er nou doorheen krijg. Dan scheelt het maar weer hier een extra draadje. Normaal heb je voor je microfoon die loopt buiten langs. Nou, dan moet hij hier helemaal langs. Helemaal pila pila man. Nou, daar hebben we geen zin in. Dus ik hoop dat hij daar doorheen past. Daar gaat hem niet worden. Helaas. Maar daar heb ik nog maar een ander foefje voor. Ik ga even kijken of dat werkt. Ik ben zo terug. Ik moet even naar de schuur. Oh, wat is die gozer goed, hè? Wat is die gozer toch goed, hè? Hoppa. Nou, dan gaat hij dus rechtstreeks
door de helm. Hop. Kijk, want voorheen heb je altijd hier een kabeltje lopen en dan gaat hij naar je microfoon. Die plaats je daar dan. Maar dat is helemaal niks, hè, mijn jong. Dus ik denk, nou, om het mooi weg te werken, wil ik hem er doorheen hebben. Maar ja, dat paste niet. Ja, die maken we het toch gewoon passend. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb even een klein boordje gepakt. De breedte van je knoppie, van deze. Ik weet niet of ik hem nog kan laten zien. Kijk, van deze. Die breedte heb ik gepakt. Want dit is een hoek natuurlijk. Dus ik heb deze breedte gepakt, net even iets breder. En gewoon rustig, er doorheen geboord. En nou past die perfect, hè. Nou, dan plakken we hem zo meteen even vast. Maar ja, eerst moeten we natuurlijk weten hoeveel lengte we buiten nodig moeten hebben. Dus dan gaan we even die GoPro plakken. Zo. Nou, kijk eens. Dit zit toch mooi? Nou, heb ik hier een gebogen GoPro houdertje. Even kijken hoor. Zit hij mooi ervoor? Ik heb hier nou even een lege case. Ja, een andere case. Daar zit de GoPro nou in. Kijk eens, dat is toch sexy, jong. Nou, even checken of dat allemaal goed gaat. Oeh, precies, hé. Precies. Er zit een millimeter tussen. Mooi ding. Dat is, kan ik er ook afhalen voor eventueel meer ruimte. Dit is zo'n houdertje waar nu, net zoals daar, ja, dat zien jullie niet, maar daar zit een microfoon in. Daar kan je een microfoon in klikken. Dan heb ik bij deze niet nodig, dus die haal ik eraf. Dan heb ik net even wat meer ruimte. Ik heb ruimte zat, maar ja, liever wat meer dan te weinig. Hop. Kieken. Hoe zit dat bij deze GoPro? Moet hij deze kant op lopen en dan gaat hij hier erin. Dus in principe heb ik bijna de hele lengte nodig. Ja. Joep, halen we die er weer even af. En dan gaan we die andere even dicht plakken. Als je nou trouwens denkt van joh, mijn microfoon die doet het niet goed. Die pakt hij niet, hij leert niet, ligt het aan mijn GoPro? Nee. Kijk dan even naar deze dingetjes. Hierop zitten twee zwarte streepjes. En je hebt ze ook met drie. Daar heb ik wel een voorbeeldje van. Zoals dit verloopstekkertje, die heeft er drie. Die heeft drie van die zwarte stipjes. En dat werkt weer anders. Wat het precies is, durf ik je niet te zeggen. Maar ik weet in ieder geval dat dat niet werkt. Dus kijk daar even naar. Dan weet je waar het aan ligt. Dus je moet twee van die zwarte stipjes hebben. Ah, lekker.
Hoi, hey, Scooby-Doo. Kom. Wat's up? Is plakband. Nee, is plakband. Wat is dat? Crazy. Je hebt ook altijd zo'n chin flappy. Als je tenminste bij de nieuwere helmen heb je dat altijd. Nou, dat is een beetje gaars. Er komt altijd nog wel wat wind doorheen. Een goede tip, als je een microfoontje erachter hebt, even wat plakband aan de binnenkant. Weet je, gewoon, ik gebruik gewoon altijd het zwarte isolatietape. Ik heb hier ook van die extreem goede tape eventueel. Maar dit is dubbelzijdig. En dit is mooi zwart. Dus dat plak ik hier aan de binnenkant. Hoppa. En dan krijg je toch nog weer minder wind. Hoppa, nou het is een werkie. Maar dan heb je ook wat. Alles zit er nou op, eraan. Tenminste, de Xenon ligt even een oplader. De GoPro. Daar kijken jullie nu mee. Dus hij is klaar. Scorpion. ADX. Hoe verbouw ik hem? Nou, zo. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag nog. En tot de volgende keer maar weer. Peace out.